Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vanuit het zuidwesten trekt dikke bewolking over het land en daaruit valt regen. In het binnenland kan ook wat natte sneeuw vallen. Dat zullen we in de ochtend zien bij temperaturen die net iets boven het vriespunt liggen en in de neerslag gaat de temperatuur maar heel langzaam omhoog. Vanmiddag is het uiteindelijk op plaatsen waar het het langst blijft regenen en waar ook nog de sneeuw valt een graad of drie en op plaatsen waar het langzaam droger wordt, zoals in Zeeland, kan het nog een graad of zes worden. De wind draait na de neerslag langzaam naar een westelijke richting. Voor de neerslag uit is de wind stevig uit het zuidoosten. Vanavond in het oosten nog wat gepruttel, in het westen van het land al wat meer opklaringen. En daar zal het meest droog zijn met een temperatuur die snel daalt naar een graad of 2. In de nacht kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen een enkele buien, langs de oostgrens misschien nog met een winterskarakter. Verder ook wat zon tussendoor en 5 tot 7 graden op de thermometers. Wind uit uiteenlopende richtingen. En op de meeste plaatsen stelt hij niet veel voor. Maar zondag staat er wel meer wind, vooral in de kustgebieden. Er zijn ook meer buien en daarbij zit van tijd tot tijd ook wat winterse neerslag. Tussen de buien door met wat zonnegraad of 6, maandag en dinsdag langzaam maar zeker worden droger. Maar het duurt nog wel eventjes voordat we daar echt van kunnen spreken. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.